Nou, de koningshuizen zijn natuurlijk over de hele wereld geliefd. En ook een gewild verzamelaarsobject. Nou, we zijn nu in Klazinaveen en daar woont een verzamelaar van het Koningshuis. Dus daar gaan we eens even een kijkje nemen. Ik ben zeer benieuwd wat ze allemaal verzameld heeft. Ja, ik ook. Ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. Nou, dus laten we gauw gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van Goor, u bent fanatiek verzamelaar van het Koningshuis. Ja. Kunt u ons iets laten zien? Ja, dat zou wel kunnen. Mogen we even binnenkomen? Mag ook. Nou, top. Nou, we zijn hier bij mevrouw van Goor. U verzamelt al heel lang over het Koningshuis. Ja. Hoe lang hebben we het dan over? Over 7, 8 jaar was ik. En dan hebben we het over hoeveel jaar in totaal? Nou, ik denk in 1957, 56, 57. Nou, en er zijn heel veel koningshuizen natuurlijk geweest, heel veel koningen. Heeft u daar een favoriet van? Nou, Wilhelmina, die heb ik nog, die heb ik wel meegemaakt. Maar ja. Die is in 1962 overleden, dus ja. U weet er dus ook heel veel van? Nou, niet echt veel, maar toch wel wat. En wat is nou uw favoriete koningshuis? Is dat de Nederlandse of de Britse of de Deense? De Nederlandse. Ik spaar ook de buitenlandse. Maar toch, de koninklijk huis hier zo vind ik toch mooier. En dan hebben we natuurlijk recent, krijgen we de koning Willem-Alexander en Maxima hier op bezoek in Emmen. Ja. Gaat u daar ook kijken? Nee, ik blijf thuis. Want? Want daar moet ik alleen in. Oh ja. Want mijn man... Die vindt er niks aan. Nee, die heeft heel weinig met het Koningshuis. Ja, maar als ik televisie kijk van de Prinsjesdag of wat dan ook, dan zeg je, gaat hij achter zitten, dus en ik voor. Oké, dus u gaat gewoon voor de televisie zitten en daar gaat u alles bekijken. Ja. Oké, u heeft wat voor ons uitgestald hier op tafel. Kunt u daar wat over zeggen? Nou, ik heb hier niet zo heel veel. Oh, maar, dit is maar een klein gedeelte ervan. Ja, maar als je boven kijkt, maar er staat 3 boekenkasten. Een hele grote doos met allemaal... Knipsels. Oké. En dit? Ik zie bijvoorbeeld de Gouden Kroon. Wat is dat voor boek? Ja, dat was van mij van koningin Wilhelmina. Wow. Als ik me niet vergis. Ja, zie je wel? Oh ja. Oké. En het knipselboek? Kunnen jullie een knipselboek laten zien? Allemaal. Ja, allemaal knipsels uit de bladen. Knipsels. Maar dat is wel hartstikke serieus. Dat is een hartstikke serieus artikel. Ja. Maar dat maakt dan in principe niks uit? Nee, dat van mij niet. Oh, het gaat om de foto's. Ja. Nou, hartstikke leuk om dit even gezien te hebben. Dankjewel. Het is hartstikke goed, Arie. Top, hartstikke mooi.